Hondenborg. Wat is dat eigenlijk, een pleisterplaats Hondenborg? Een pleisterplaats is een plaats waar iedereen 7 dagen in de week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kan komen om koffie te drinken, wat thee te drinken, een ijsje te eten, uit te rusten van de bijzondere locatie. Het is onbemand, dus iedereen kan daar gewoon heen gaan wanneer ze zelf willen. Men moet zelf afrekenen, is verantwoordelijk van hoe men het achterlaat ook. Ja, het is echt een plaats waar heel veel wandelroutes langs heen lopen. Het Kloosterpad, het Maskramenpad loopt er langs heen. Heel veel fietsroutes, mensen die overal vandaan komen uit heel het land. En ja, heel bijzonder. Nou, en het ligt ook mooi in het groen hier, hè? Al die gebouwen. Maar als ik zo rondkijk hier naast mij, dan zie ik dat er wel eens wat gebeurt hier. Ja, op zich gebeurt er gelukkig bijna niks. Even afkloppen op het hout. Maar voor een paar weken geleden is er dus een boom omgevallen. En niet zomaar een boom, hè? Een hele oude boom, ja. Hoe oud? Wij denken 200 jaar oud, ja. Eén boom is omgevallen, ja. Want we staan hier te midden van eigenlijk allerlei zaagstukken. Vertel eens wat over die boom. Die boom is vorig jaar nog goedgekeurd. En ja, er zat vol in het blad en vol met eikels. En het was een hele rustige dag. Het waaide wel iets, maar niet echt heel erg. En in één keer viel daar een tak bovenop onze schuur. Die brak zo af vanuit het niets. Zo ineens. Het leek wel een aardbeving. Zo hard ging dat. Ja, het is nu dat ze moeten zorgen dat de boom een goed plekje krijgt. Ja, is er een plekje voor bekend? Een gedeelte gaat terug naar Twickel. En het waren 2 bomen. En de andere boom zijn we mee bezig om dat af te voeren. Ja. En er is nog inderdaad een gedeelte wat naar een museum heen gaat, wat ik weet. Ja. Het is allemaal heel vlug gegaan. Ze zijn daar gisteren mee begonnen. Ik heb er nog weinig van gehoord. Het was nog een hele klus, denk ik. Het was een hele grote klus, ja. Ja. Het is niet zomaar een boom wat omgevallen is. Nee. Maar nou zie ik dat er toch nog een behoorlijke stop overblijft. Ja. Ja, daar gaan we een leuke praattafel van maken. Voor onze kinderen en voor onszelf. Dus men moet creatief zijn.